Het plan is betrekkelijk klein. Althans, als stedenbouwkundig experiment is het betrekkelijk klein. Dit zegt in zijn atelier in Monnikendam de architect Pieter Blom over zijn sterk van het conventionele bouwpatroon afwijkende zogenaamde Kasba-project dat hij aan de rand van Hengelo in Overijssel heeft gerealiseerd. Wat direct opvalt is dat de huizen op palen staan. Onder dit stedelijk dak, zoals Blom het noemt, zijn zo gemeenschappelijke ruimten ontstaan die door de bewoners zelf voor een deel kunnen worden ingevuld. Bloms Kasba-plan is geënt op de oude middeleeuwse dorpskernen, waar ook alle huizen dicht opeen staan. Er is bewust gestreefd naar een woondichtheid die de mensen bijeen kan brengen, die het isolement dat het huidige bouwen vaak kenmerkt moet doorbreken. Over het interieur van de huizen zegt Blom: wat erg bijzonder in de Kasba is, dat is dat je van beneden naar boven in de slaapverdieping kan kijken. Dat geeft het huis heel veel ruimte. Een bewoonster bevestigt dat. De woning vind ik erg mooi. De indeling en het hoge, dat geeft me een vrij gevoel. Ik voel me hier veel vrijer. Die open indeling is het kenmerk van alle 184 woningen van het project. Afhankelijk van de grootte van het huis kan de slaapverdieping, de slaapschuur, zegt Blom, in kleinere of grotere eenheden worden opgesplitst. In deze middelgrote woning woont een gezin met twee kinderen. De ruimtelijke werking op de benedenverdieping wordt onder andere versterkt door open deurkijkjes naar de keuken. Velen hebben het terras bij hun huis veranderd in een tuin. En intussen hebben de bewoners samen onder andere al een moestuin aangelegd. Blom verduidelijkt zijn bedoelingen met het project nog aldus. Het belangrijkste experiment was van stedenbouwkundige aard om te kijken of we stedenbouwkundige functies die nu allemaal gescheiden zijn, of we die weer kunnen mengen. Die vermenging, onder andere zichtbaar in de onderbouw met zijn winkeltjes en speelruimte, blijkt goed aan te slaan. Ik vind het als denkbeeld bijzonder geslaagd. Je moet het als een stap naar een nieuwe vorm van wonen zien. En ik hoop dat daar een vorm van wonen uit ontstaat die stukken beter zal zijn dan de traditionele bouw, zoals het tot dusver gebeurd is. Er is eigenlijk ontzettend weinig evolutie in het wonen. Het is ook wel verdomd moeilijk om wonen te veranderen.